Wij gaan een hindernis ontwerpen. Oh. Zelf. We hebben nog steeds een huizenduif. Ja, ik durf toch nooit zomaar mijn vingers in een tros bananen te steken. Hallo, Arnold. Jongens, loop door. Hup, hup, hup. Nou, dit is er dus gaande. Ja. De zon scheen vanochtend. Dus ik dacht, wat een mooie dag. Nog steeds wel. En toen kwam ik thuis. Het is altijd heel koud. Maar we mogen niet klagen, want dan is het weer te warm. Dan is het weer te koud. Jij ik ben helemaal content ermee. Maar dat verklaart eventjes waarom Iris net een beetje die demonische dingen... Komt ook door de demonen in mijn huis, maar ook door de kou. Wij zijn onderweg naar de supermarkt. Wow! Ja. Want we gaan een video opnemen waarin we de fruit gaan laten testen. En nu dacht ik dat het zonnig is. Ja. Want? Ja, wat? Wij hebben dinsdag, het is vandaag donderdag trouwens. We hebben dinsdag eventjes helemaal... Gebrainstormd. Ja, dat woord zocht ik inderdaad. Ja. En we willen weer een ander soort format aanhouden voor YouTube. Nieuw jaar, nieuwe us. Nieuw school year. Ja, het nieuwe jaar. Nieuw jaar moet nog komen. Het Equitality nieuwe jaar is begonnen. Ja, een nieuwe schooljaar inderdaad. We willen gewoon elke week weer één vlog en één video. Dus een beetje terug naar hoe we ook begonnen zijn. En daar komen dan soms gewoon hele gekke leuke ideeën uit, of niet? Je mag dus in de comments ook laten weten als je leuke ideeën hebt. Mag. Ik bedoel, het mag challenges, mogen opdrachten. Ja, het mogen mensen best wel... dingen waar we naartoe moeten. Ja. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. We willen weer even meer uit onze bubbel. Ja, door corona kwam dat eerst een beetje. En daarna ook. Dat, met Noe was het ook even lastig. Maar inmiddels zijn we wel op zo'n punt dat de vakanties zijn voorbij. Ja. Dat we nu wel weer een beetje een normaal patroon kunnen gaan. We zitten allebei helemaal in nieuwe fases van ons leven. En we gaan het helemaal anders Het was wel even een beetje indelen. Afstemmen. Maar nu denk ik dat we een manier hebben gevonden om dat op te lossen, toch? Ja, dus wij zijn weer enthousiast. We zijn super enthousiast. Maar we gaan dus beginnen. Hij heeft alle aardbeien opgekocht. Oh, wil je naar de Aldi of de Albert? Oh, weet niet. Zou Aldi goedkoper zijn? Ja, dat denk Aldi ik. Aldi is goedkoper. Ik ben hier nog nooit in de Aldi geweest. Om, laten we naar de Aldi. Oké. Okay. Een papaya? Echt? Weet ik niet. Nee, het is een Piel de Sapo meloen. Ires? Een Piel de Sapo. Maar waarom weet ik niet? Mandarijnen? Oh, het is een meloen. Dat zeg ik, Piel de Sapo meloen. Oké. Okay. Mandarijnen, ja. Bananas. Bananas. Junior banaantjes. Appelen. Of wil je bananen? Die koop ik ook aan. Appelen? Die kan je plukken, toch? Oh, die appelen kunnen we wel. Gaan we die kopen? Oké, we plukken. Watermelon. Grapes mogen ze ook. Ja, ik durf toch nooit zomaar mijn vingers in een tros bananen te steken. Nee, dat is wel risky. Daar zitten altijd spinnen tussen die je dan vermoorden. Dan zie je het weer in de krant. Vrouw uit Enschede vermoord door een klein spinnetje uit de tropen. Spinnetje uit de tropen. Pruimen heb je ook, toch? Ik wou net zeggen, we zijn helemaal on a budget. Ja, maar het ziet er niet lekker uit of zo. Nee. We gaan de smaaktest nogal doen. Smaaktest. Dus we hebben heel veel fruit, een beetje groente. En een donut. En bread. Let's go. Hey, horsies. Hey, little horsie porties. Hallo. Willen jullie ergens anders spelen? Willen jullie dat? Kom maar mee. Kom maar mee. We are back. En Iris is even de honden bevrijden. En ik ga eventjes het hekje openzetten naar de andere wei. En daar komt hond nummer 1. Hallo, hond! Kom! Wow. En dit is een beetje verzakt of uitgezet of gekrompen. Ik denk uitgezet. Waardoor dat dingetje niet meer hierin gaat. Dus dat moeten we nog even aanpassen. Hallo! Zucht. Hallo. Hallo, Arnold. Jongens, loop door. Hup, hup, hup. Hoi, Ernie. Hallo. Hallo. Wat is het dan? Ukie pukies. Zo, iemand is geflasdipt.
Oké, die paarden zitten allemaal aan planten te vreten van de schuttingen en zo. Kom jongens! Peanut! Bailey! Jongens! Loop door! Jullie zijn echt heel erg. Kom! Hoi, Charlie. Oh, Charlie. Ik heb nog nooit zo'n heftige opstopping gehad. Kom! Jullie moeten ook even doorlopen. Nou, Iris heeft deze fruitmand al hier neergelegd. Ik denk dat ze nu gaat kijken wat we nog kunnen plukken. Hallo, heb je fruit gevonden? Ja. Hier hebben we de perenboom. De appelboom was... Deze appelboom deed het niet zo goed dit jaar. Nee. We hadden wel heel veel pruimen, maar dat is alweer een beetje afgelopen. Kijk, deze... Volgens mij heeft jouw vader die er al afgehaald of niet? Ja. Wat een lieve peertjes. Kijk, hier is een hele dikke peer. Dikke peer. Dikke peerzaag. Maar hier zitten nog wel een paar goede peertjes tussen. Voor zijn... Deze is lief. Lijkt op een aardappeltje. Perenaardappel. Oh. Vorig jaar hebben we... Zijn we gestart met filmen met die pompoenen. Daarna ben ik met verlof gegaan. Ben ik eigenlijk niet meer buiten gekomen. Omdat ik dus niet meer mee heb gedaan met filmen. Ik heb die hele pompoen niet meer gezien. Die pompoenen stonden hier op tafel. Ja, die stonden hier ter decoratie. Maar die gingen natuurlijk na een paar maanden rotten. Ja. Maar vanaf het woonkamerraam zag je dat niet. Want de voorkant zag er nog wel gewoon uit alsof je wel. Ja, maar de onderkant en de achterkant. Onderkant niet. En toen heb ik ze weggegooid uiteindelijk. En toen zaten ze al, waren ze al een beetje week. Dus er zijn wat zaadjes, zeg maar. Terechtgekomen in de tuin. Meegestrooid. En daar groeit hij. Cute. Where is he? Ja, weet ik nog niet. Ik zie met name de bloemen. Spannend. Spannend. Ja, want bij Henk Jan zijn er ook een paar die nog moeten. Fun fact. Ik heb deze boom ooit gekregen van vriendinnen. En toen zeiden ze, als jij ooit kinderen krijgt, jaren geleden. Als je ooit kinderen krijgt... Hoeveel jaar geleden? 7 of zo. Wow. Zeiden ze, als je ooit kinderen krijgt, dan kun je hier een schommel in hangen. Ja, bijna. Ik heb een vraagje. Wat is dit voor heksensoepjes? Noe, dat nu al aan het maken. Ik weet niet, mijn vader had dat fruit geplukt, maar volgens mij heeft het daarna heel hard gegeten. Hebben jullie rozenbottels ook? Dit is het buffettafeltje. Kijk, daar is hij. De vlinder die je gelokt hebt. Flutterby. Nou, dit zijn de dingetjes die dus... Dit is de GFT. Over zijn. Bank? Ja. Ja. Die gaan we nou even inpakken en dan gaan we stallen uitmesten of zo. Dat denk ik dan maar. Hè? Lunchen. Allebei. En daarna gaan we iets leuks doen. Iets leuks. Iets voor onze motivatie. Ja, ook. Ik wou net heel dramatisch doen, maar ik zie dat je filmt. Oh, het gaat heel goed met me. Oh, gelukkig. Ik was even bang dat het niet goed ging. Helemaal mat. Alles is dus ondergestroomd gisteren. Behalve de stal van City, want de dakgoot was wel schoongemaakt. Dus daar is alles droog gebleven. Anders valt het maar daar allemaal. Maar de stal die eerder van Roos was, waar dus nu Ernie in staat, die was echt helemaal onder water. En dat bij Roos, zeg maar, nu de stal, het eerste stuk... En dat moest dus allemaal leeg gisteren. En ik heb daar ongeveer 2 uur over gedaan om alles uit te scheppen. En ze waren net schoon. Ik had ze net 2 dagen daarvoor helemaal leeg gehaald en schoongemaakt. Dus dat was ook echt wel een beetje kapitaalvernietiging van het plas. Dus het toch altijd minder erg als het aan het einde van de week gebeurt. Ja, als het toch al moest gebeuren. Maar nu is het wel echt zonde. Ook gewoon zonde. Ja. Zo kan het ook. Nee, Bailey. Bailey! Hij is such a freak. Nee, Bailey! Dit is leeg. Nou, we hebben al 3000 kuikens. Die kip is net niet tam genoeg om hem met je handjes aan te pakken.
Maar en hij zat niet op eieren. Hij zat dus niet op eieren. En dit is een hele serieuze kip. Die dus daar zal blijven zitten totdat hij doodgaat. Dus als je die niet eraf haalt, dat hij geen eitjes heeft, dan blijft hij dus, dan gaat hij zichzelf doodbloeden. Zielig. En nu is hij een beetje van slag. Ja, dat is wel ziek. Hij zat zo vredig op dat varkje. Hij bleef echt zitten. Ja. We hebben nog steeds een huizenduif. Hij is hier al een maand. Welkom bij dit deel van de vlog. Ja. Wij zeiden dat we iets leuks gingen doen. Dus dat gaan we nu ook zeker doen. Het is niet per se iets leuks wat we nu gaan doen, maar we gaan nu iets doen wat ons leuke dingen gaat opleveren straks. Ja. Want jullie hadden misschien verwacht dat we in de bak zouden zitten en niet op kantoor. Dat is de volgende stap. Ja, daarvoor moeten we hier even beginnen eerst. Want, wat gaan we doen? Wij hebben een nieuwe samenwerking met Netlandic. En oh, ja, nee, vertel het maar. Ja, ik denk dat je hetzelfde wil zeggen. Dat we dat Porsche-event al een beetje hebben gehint. En nou ja, het is niet zomaar een samenwerking, maar wij mogen iets heel erg leuks doen. Wij gaan een hindernis ontwerpen. Oh. Zelf. Je eigen hindernis ontwerpen. We gaan een Equitality hindernis maken. En bestellen. Hier op de site. Hindernissen.shop van het Netlandic. Ja, we wilden eigenlijk jullie even meenemen in ons proces. Nou ja, even hoe je het kunt bestellen, wat we gaan samenstellen. Ja. Hoe onze hindernis eruit komt te zien. En dan, als die straks binnen is. Of er zit natuurlijk wel een paar weken levertijd op. Ja. Dus hij zal niet direct hier zijn. Maar we moeten toch ook nog even wachten voordat we weer echt fanatiek kunnen rijden. Dus geef op zich is het niet zo erg. Ja. Om weer rustig op te bouwen. Even te preppen. Ja. Want wij willen dus wel heel graag gewoon weer aan het werk met de paarden en daarbij hoort ook gewoon springen. We moeten gewoon springen. We moeten ik vond springen ook wel heel leuk. En ook toen we les hadden van Wesley. Toen zat ik echt weer een beetje in die flow. En dat mis ik een beetje nu wel. Ja, dus dit is een hele goede. Ja, dit is een stok achter de deur. Ja. Dus Netlandic wil ons daarbij helpen. En laten we maar gewoon hindernis gaan ontwerpen. Want ik ben heel erg benieuwd uit welke dingen we allemaal kunnen kiezen. Wij gaan onze eigen hindernis nu ontwerpen, maar je kunt dus ook op deze website gewoon complete hindernissen. Die zijn al helemaal gedesigned. Als je dus zelf of niet goed bent in designen of gewoon leuk vindt om een aparte hindernis te hebben. Dan kun je dus kijken bij de complete hindernissen. Oeh. Zullen we daar eens kijken? Ik heb daarop geklikt. Het internet is... Ja, we zitten in het buitengebied, hè? Dan kun je ze hier nog aanpassen. Hierin. Ja, laten we er even op eentje klikken, dus met die trekker. Trekker. Is het trekker of tractor? Trekker of tractor. Kijk, wil je hier een oxer van maken? Kun je dan bijvoorbeeld kiezen? Oké, ja, daar is wow. Oké, okay, ja, je kan er dan een oxer van maken. En dan voegt hij dus automatisch twee palen toe. Yes. In hetzelfde stijltje. Nou ja, zo kun je dus gewoon kiezen als je een kant-en-klaar hindernis wil. Maar je kunt dus ook gewoon zelf de vleugels en dat soort dingen. Zullen we eens kijken als we bijvoorbeeld beginnen met staande zijn de zijde. De ontwerpstudio. Oh, dat kan ook. Ja, hier kan je dus inderdaad overal gewoon zelf kant-en-klare dingen vandaan toveren. Kunnen we daar zo klikken? Accessoires. Nou, dan kun je dus hier bijvoorbeeld een product toevoegen aan de hindernis. En dan willen wij, nou laten we eens beginnen met de staanders. Staanders. Welke staander wil je? En nu moet je echt puur kijken naar alleen de vorm. Want de kleuren kunnen we volgens mij allemaal aanpassen. Ja. Ja, dan zijn er of kant-en-klare opties al. Of je kiest inderdaad eentje waar je je eigen logo in kan voegen. Of je eigen foto, kan natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, er staat logo, maar doe wat je leuk vindt. Ja. Wil je daar iets op plakken? Wil je hem enkelzijdig of dubbelzijdig? Dus ja. Nou, voor nu kunnen we even enkel doen, denk ik. Enkel, dan kun je hier dus inderdaad een ontwerp kiezen van wat al bestaat. Ja. Of je kunt volgens mij hier... Oh. Sorry, waar is die nou? Eigen ontwerp invullen en dan moet je later volgens mij gewoon de foto's toevoegen. Welke kleuren gaan we doen? Knalroze. Oké. Met groen. Met groen, dat zijn onze kleuren. Ja. Donker of een tintje licht. Nee, medium, medium, medium. Medium, medium. Medium, we ja. kunnen helemaal alle kanten nog op. En die ook dan. Dit zijn dan de... En die, donker. Doe maar. Oh, kijk. Oh, wauw. Of licht. Ja, licht. Lekker grassie. Ja. Nou, voeg toe aan hindernisontwerp. Ja.
Wauw. Dit stuk hebben we klaar. Nu moeten we balken ertussen doen. Product toevoegen. Ja, dan gaan we naar... Springbalken. Je kunt volgorde natuurlijk zelf bepalen, maar wij willen nu gewoon balken. Hoe breed willen we een hindernis? Ja, dat kun je dus kiezen. En ook of je achthoekige of ronde wil. Of, We gaan gewoon voor rond, toch? Ja, rond. En laten we even een hele brede maken. Van 3,5 meter? Ja, laten we het gewoon eens doen. Oh, je kan allemaal verschillende patroontjes. Oh, dit is ook leuk dat je hem zo op kan bouwen. Ach, dat is leuk, ja. Maar dat gaan we even niet. Ik kan geen keuzes maken. Waarom hebben ze mij dit laten doen? Ja, ik vind, laten we die doen. Even simpel. Ja. Oké. Okay. De tussenstukjes wit laten. En dan de rest weer in onze kleuren. Midden is al in de goede kleur. Hoef alleen de buitenkant nog te doen. Oh ja. Zwart. Oh. Nou. Nou, prachtig. Parkeer ertussen. dat is er één. De kleuren volgens mij lijken kun je ook kiezen een beetje anders op beeld. Het lijkt alsof ze vloeken, maar volgens mij is het allemaal wel een beetje dezelfde kleur. Ja, dat hadden we ook nagevraagd, inderdaad. Dat is wel dezelfde kleur die we daar konden kiezen. Moeten we eventjes extra balken toevoegen? Wat kunnen we bij opvulling doen? Oh, hekje eronder, dat is leuk. Hekje, borden, zo'n hang. Dat is ook leuk, dan kun je een foto voor jezelf doen. Of je logo, of een hanghek. Hanghek, of een onderzetbord. Ik vind zo'n hekje ook leuk. Zo'n vlinder, nee, oh, dit. Een hekje? Ja, gewoon echt een hekje. Met zo'n... Een boogje of een helemaal rechte. Doe maar helemaal recht voor mijn OCD. Planken, wil je nog een plank? Oh. Ja, ik wil ook een plank. Je kan no entry. Allerlei planken toevoegen. Wil je een golfplank of een rechte plank? Ik wil graag een rechte plank, maar wil jij wild doen? Doe een gek ontwerp maken. Ik weet niet. Ik wil graag een giraffenplank. Oké. Okay. Omdat dat vet goed bij ons design past. Nu. Je kan ook... Helemaal zo'n muziek in de NIS, hadden ze ook op horse event staan. Ja. Oké, wij hebben nu deze prachtige hindernis die het niet gaat worden. Nee. We gaan straks even goed de tijd nemen om hem helemaal samen te stellen. Ja. We gaan even niet meer gek doen. Voeg Kijk, toe. Want je kunt ook je staanders gewoon in elke kleur. Ik wil Hoe leuk, alleen dit alleen vind ik al een meezing. Alleen staandersje. Ja. Oké. Okay. Ik zou gewoon dit met een groene balk in onze bak ook al heel leuk vinden. Dat je gewoon zoiets los met de aanvulling. Dat is toch leuk? Als je dus niet gelijk helemaal wild dikke parcoursen wil bouwen. Ja, of, dan kan je ook gewoon, als je leuk gekleurde balken wil, kun je gewoon kiezen welke balken je wil. Laten we even die van 3 of 3,5. Doe maar, 3. Volgens mij is 3 het meest gangbaar, toch? Volgens mij ook. Wat had jij een paarse staander? Doe dan eens die. Ja, die. Roze. Ja. Ook al staan er. Balken. Hoeveel en hier kan je ook kiezen uit lichtgewicht, middel, heavy of super heavy. Dus daar zit ook nog allemaal verschil in. En dat is ook wel fijn. En kun je hier nog steeds de kleurtje aanpassen. Ja, ik denk dat deze kleur wel past bij de staanders die je net had, toch? Dat denk ik ook. En dan hoeveel? Toevoegen. Hoeveel zullen we er? 3? Hoeveel balken? 4. Laten we 4 doen voor de grond. Voor de grond. Voor de grond. Zodat we er overheen kunnen draaien. Laten we daar nog iets grappigs onder doen. Maar zoals de hindernissen die je hier ziet, die kun je natuurlijk ook gewoon namaken. En dan in je eigen kleur. Dus dat is die kun je gewoon kant en klaar pakken natuurlijk. Ja, en dit zijn die met die hekjes en poppen. Oh ja, dat was de bedoeling. Dan moest je dus niet doen zoals wij dat hebben. Hier kun je kijken, die met die vlinders ook cool. Oh, dat is wel heel schattig. En dan kun je helemaal Kijk nou. Uit verschillende vlinders. Dat is leuk. Ik heb echt helemaal Sims gevoel. Ik heb helemaal gevoel dat ik computerspelletje aan het doen ben. En ik krijg ook helemaal zin om te gaan springen straks. En ik kan hem nog extra small nemen. Of extra brede vlinder. We nemen 1 vlinder. We nemen 1 vlinder. Ja, als je gewoon zelf niet heel veel inspiratie hebt. Of gewoon al prima vindt zoals ze zijn. Ja. Dat ze bij je huisstijl passen. Of bij je, die met die past, bij je mood. Ja, hoe leuk zou die ook zijn. Of met dat egeltje. Die is lief. Ja, nou, ja, die is heel lief. En deze, heel heftig. Ja, maar wel heel erg leuk. En deze, die had ook. Die wiener. Ja, schattig. Oeh. Maar hoe leuk is het ook om te gaan springen als je zo'n hindernis in je bak hebt staan? Dan heb je gelijk... Ik ben benieuwd wat de paarden er ook van vinden. Ja, ik was wel een goede Ze wennen er vanzelf aan. Hey Billy! Wij hebben een hele vette hindernis gemaakt. Ja, niet dat we net geknutseld hadden. Nee, dat was... Echt even chef's kiss.
Dat hoop ik. Ja, nee, ik weet dat. En we dachten, gaan we het met jullie delen of gaan we jullie in spanning laten wachten? Dat het een beetje een verrassing blijft, net als voor ons. Ja. Dat gaan we doen. Dus ja. Ja, dan gaan we hem laten zien als hij binnenkort aankomt. En dan kunnen we hem gewoon in het echt laten zien. Ja, ik ben zo benieuwd. Maar jullie weten in elk geval wel dat het een beetje onze huisstijl is, onze kleuren. En dan, maar dan gewoon echt het, hoe we hem helemaal fine-tuned hebben. Laat even in de comments weten wat jij zou maken. Of nog leuker. Wat jij zou maken. Stel dat je even je verveelt en even creatief wil zijn. Laat even in de DM zien welke hindernis je gemaakt hebt. Leuk. Leuk idee. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En we zien jullie weer in de volgende video. Doei!